Ja, dat je je skis ook al in de auto. Ja, leg erin. Snowboard, hè. Snowboard, oh sorry, ja, snowboard. Voel even hoe koud het is. Oh. Yes, het is echt koud. Ik denk dat het een beetje vries is. Ja. Dag 7. Laatste dag van je Heer en Ron. Gisteren kon ik zeggen, eerste dag. Vandaag laatste dag van Heer en Ron. En we gaan een nieuwe kweker voor ons bekijken. We gaan naar NND, we gaan naar Danichi. We gaan denk ik een beetje sushi eten. Sushi? Of niet? Ja, dat is een soort rijst. Ja, vis of zo hebben ze erop. Met een nieuw slot. Ik doe helemaal niks. Ja, maar in Amsterdam komen de beste. Grote Chico de Doelwarken. De Rotterdammer wie naar Amsterdam gaat. Ja. Dan zie je maar dat ook bij Danichi alles wat de bazins worden getest, het water wordt getest op ammoniak, nitriet, pH, GH. En iedere dag wordt het bijgehouden. Beetje Japanse matten. Zou dat de originele zijn? Showa. Goed, hè? Ja. Even opnieuw. We zijn bij Hiroi Konyas. En we hebben een aantal hele goede vissen. Deutsche Sanke, Deutsche Showa. Ja? Ja. Deutsche Showa. 45 centimeter, mooi, hè? We zijn bij Hiroi, mooie bouw, goede stevige bouw, veel vissen zijn wat slanker bij Hiroi. Ik zag net nog iemand met een slanke vis weggaan, deze is mooi vol en ja, mooie verdeling en mooie prijs. Een Jindrin Kwaku uit een hogere kwaliteit tank. Jindrin Kwaku uit de hoge kwaliteit tank, super gave bouw, mooie, de Jindrin zit er heel dik op, ja, toppie, helemaal top. Groot hè jongens, 47, 48 centimeter. Mooi, ja. En nog een visie uit een iets hogere kwaliteit tank, maar nog steeds mooi geprijsd door jongens voor deze twee-stap Deutsche Kwaku. Echt helemaal te gek. Zo schoon, we hadden er drie uitgehaald en deze heeft super witte kop. Ja, de huidkwaliteit is fantastisch. Vrouwtje is het. En nou, helemaal top. Een Arts & Ends nieuw. Marusada. Een kweker waar ik in ieder geval al heel lang niet ben geweest, laat ik het zo zeggen. Dat was niet in dat we zelf importeerden, ben ik er nog nooit geweest. Vanaf dat we zelf importeren ben ik er niet geweest en het andere is te lang geleden. Een tip van Theo, die had weer een tip van iemand anders natuurlijk. Ik ben heel benieuwd, het schijnt een mooie vis te zijn. Aardige kweker en ik weet wel, want het zit heel dichtbij Sieger boven. En Sieger en ik die reden er wel, ja, rijden natuurlijk regelmatig langs. En die man die zit zelfs nog om 9 uur s'avonds, 10 uur s'avonds met het licht aan op de ja, Japanse hurkwijze zit hij naar zijn vissen te kijken. En alle kwekers om hem heen die hebben zoiets van: wat is hij nou aan het doen? Die is echt koikichi. Dus het is ja, leuk om
leuk om even te gaan kijken. En wie weet een mooie vis te scoren. Deze kwekerij is met 6, 7, 8 man echt wel genoeg om te staan. Als je hier met 16 man gaat staan, dan heb je en allemaal een rokerslong. En het is hier te klein, maar het is wel, over het algemeen zien de vissen er heel goed uit. Oh, hier zit ook nog een, die wil ik ook. Ja, zie je, het is beeldmateriaal wat ik niet kan gebruiken. Mix voor je. Huh? Wil je dat ik je dat mix voor je? Nee, maar, ja, eigenlijk wel. Nee, ik bedoel dan niet eigenlijk, maar tribaal. Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. It's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine, working at Photoshop. We know that stuff ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Told me don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, just go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bottom to the top. Yes, my mama, she told me don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, just go ahead. Nee, 55. Nissai, 2 jaar, 2 stap, super gaaf, Odom is goed. Sashi is mooi. Ik vind het een mooi teken, mooi, echt een mooi wauw. Moet je kijken eventjes voor je idee hoe breed deze vis is. De bol is 4,60 meter. Hè? Echt. Helemaal te gek. Ja.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. En we hebben na de sushi zijn we bezig met een hele mooie tank Kozanken, vooral Showa. Prachtige vissen, super rode, huidkwaliteit is fantastisch, ja, groot ook voor een leeftijd, dat zijn 2 jaar. Can you check if this is male or female? En bij NND, een Kohaku. En ik zal hem voor jullie meten. 50 centimeter. Een Kohaku van 50 centimeter. Nidang, super rood, super wit, echt een hagelwit. Nou, wauw. Helemaal te gek. Volgende. Een Showa. Oh. Kijk hoor jongens. Ja, 53 centimeter. Ook super groot. Moet je nog eens even kijken hoe dat zwart er al. Zo'n mooie tekening. Heel gek. Ook een vrouw. En ja, twee stapklaar. Showa met een. Het zwart wordt zo gaaf. Wordt hier tussen in het midden wordt dat natuurlijk. Komt het in balans. Koptekening wordt heel gaaf. 50 centimeter. Ja, zeg. Motoguru. Naar de kanten. Echt super jongens. Oh, wat een zanke. Jeetje. Mooie witte neus. Odom is top. Zwart ligt er al heel mooi op. En wordt nog steeds sterker natuurlijk. Echt heel hard. Ik zal hem even met één hand proberen te meten. Er zijn 7 man hier. Oh, die heb ik op. Ik zie het al. 48 centimeter. 48 centimeter. Wat een mooie zanker. En een D, jongens. Ja. Nog een zanker. Het is de kleinste van het stel, 42 centimeter. Maar ja, wel een hele goeie.
De kweker zei, nou, kon je zo. Nu al klaar, heel mooi. Heel gaaf zankje. Jeetje, wat een joepel is dit, zeg. En ook weer een hele mooie zankje. Super groot. Als je nou echt voor in de toekomst 60 centimeter, 2 jaar oud. Ja, 2 jaar oud is nog niet eens. Het is 1,6 maanden, 1,6 jaar oud. Want ze zijn natuurlijk in mei, juni geboren. En dat is het nog niet. Dus echt wat een joekels. Heel mooi vis. Ja. En de laatste. Dat is zeker niet de minste. Een hele mooie zanker. Moet je kijken hoe wit die huid is. Die is echt over de top, hè. Super wit. Hele mooie vis. 50 centimeter. Helemaal te gek. Nou, dat was echt helemaal te gek. Ja, het was natuurlijk al. Gaat er eens uit. Nee, het was echt helemaal te gek. Mooie vissen kunnen scoren. Nu al. Super groot, tot 60 centimeter grote nissai. En die later, want dat hebben wij met een zanker van vorig jaar ook gehad. Later weer ja, ook wat voller gaan worden. Waren heel goed hoor, maar ze kunnen dan voller worden. Dus die gaan we, nou dat was helemaal te gek. Als je denkt van ik wil dat sneller krijgen dan dat je nu dit filmpje ziet. Ga dan eventjes naar de link hier onder de beschrijving voor de WhatsApp groep. Nu gaan we weer naar een Arts Lens First. Ik weet niet of het een man of vrouw is, maar het is heet die Mia Tora. Oh, Mia Tora. Ik denk mijn leeuw of zo. Ik weet niet wat het is, maar Mia Tora. Dus ja, dat schijnt hebben we tip gehad van Theo. Heel schijnt. Daar gaan we in ieder geval vandaag voor het eerst naartoe. Dat is op zich ook wel een uniek iets. Ja, nee, ja, daarom. Nee, Mia Tora. Nog even kijken. Die is iedere dag aan het oogsten. En nou, helemaal te gek. De jongens Jur en Ron, die hebben dat hun hele verblijf nog niet gezien. Dus daar moeten we eventjes naartoe. Oh ja, we hebben een mooie kalender. En ik ga nog, we gaan er eentje verloten. Want ik ga natuurlijk nog naar de special event. Krijg ik er nog wel eentje. En dan heb je toch echt wel de mazzel dat je mij echt in mijn beste outfit en hoe met de situatie, zo ben ik in het echt erop staan en gewoon voorop. Jeetje mina. Helemaal goed. Was helemaal te gek, dan gaan we volgende week woensdag naartoe. Wim, neem je event schoenen mee. Want volgende week woensdag, de eerste dag, zit je daar op het special NND event. Weer op tijd, hè. Oei, oei, oei. Dan doen we dat toch goed. Hey dan. Azukari. Hi. Saturday harvest. Oeh. Heel happy. Tjao. そうだね、スペシャル見せるか今日のスペシャル I'm very special おおおwel scherp erop, hè? Want wij waren natuurlijk aan het begin hier. Had ik er eentje van, die was niet goed.
When is Azucari? Tuesday. Oh, good, good. Tuesday? Yeah. When? When are you going? Tuesday. Yeah? Yeah. Saturday. Saturday? Yes. Yeah. Funny man. Dat zeg je heel netjes, hè. Dat zeg je heel netjes. Kijk, dat vloek in het. Ja, mooi is die, hè? Kan je pick up? Ja, dat heb je al. Oké, okay, oké. Hij moet pick up. Oh ja, maar hij heeft wel een zo'n pinnetje. De rug kunnen we even bekijken. Hé, hey, dat is een goede timing, Theo. Dat is een goede timing. Zaterdag. Dat is een goede timing, zaterdag. Al die, dat is die in de buik, omdat het is vol. Van die reigers. We zijn dus bij Miatora en we kregen, hij zegt, special, special, hier uitgehaald, moet je even kijken wat voor vis dit is. Hoe dat, ongelooflijk hoe mooi die is, hoe scherp dat getekend is en hoe dik dat erop zit. En deze vis, ik heb hem gekocht en hij gaat naar de Nagaoka Koi Show. Dus dat is helemaal gek. Helemaal gek. Arigato gozaimasu. Oeh. Dan Showa. Bij Miatora, jongens. En 50 centimeter is hij toch zeker al. Super breed. Mooi motoguru. Mooie, mooie vis. Showa. Een Duitse Showa. Hele mooie Duitse Showa. Ook deze is na 45 centimeter. Heel breed. Motoguru goed. Ja, te gek. Een Mugashi ook. We hadden er al een, ja, drie hadden we er al voor de winkel. Maar er was zoveel vraag naar. En ik heb nu nog een hele mooie Mugashi te pakken. Kijk, hij komt misschien wat licht over op de camera, maar het is een mooie donkere schubbel. Heel regelmatig. Een vis die ook erg gewild is, een Kinki Utsuri. En deze heeft het zwart er heel goed op liggen, zoals je kunt zien. Dik in het zwart, vaak is het een beetje licht. Vind ik niet mooi. Deze heeft een mooie koptekening en het is mooi, mooi goed zit erop. En hij zit alweer een poosje in de blauwe bol. En ondanks dat blijft het er mooi op zitten. Ja, sorry, word ik een beetje blij van. Kleintje kriel. Super wit, heel schoon. Oh, geen woorden voor. 45 centimeter, misschien 44. Super mooi rood en heel schoon. Nog eentje, die is een stukje groter. Ook super rood, mooie dikke bouw. Door de kweker eruit gehaald. Ik zeg, nou, dit wordt een hele goeie. Is een hele goeie, maar wordt ook een hele goeie. Wat een joekel. Ook een vrouwtje. Moet je eens kijken. Mokkasie ogen. Moet je eens kijken.
Nou, dit is een grandioze vis. Absoluut. 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 Ook deze is super gaaf. Heel mooi. Egaal. Heel mooi. Dikke bouw, mooie vinnen. Helemaal goed. Oeh, nog eentje. En dit is een vrouw. 40 centimeter. Moet je kijken, man. Mooi patroon, mooie ligging. Super schoon. Nou, die zie je niet vaak zo mooi. En stevige Kujaku. Groot zou die zijn, jongens. 48 is dat veilig om te zeggen? Zeker. 48 centimeter. Heel gaaf, heel mooi. Mooi patroon. De dennenappelpatroon zit er goed op. Stevige vis. Oké. Okay. Body is perfect. Heel helder vis. Alleen zoals je kunt zien zit er rood om de vlek heen. Maar ik denk dat er zomaar iemand is die dat helemaal te gek vindt. En het is heel super scherp geprijsd. Ik dacht al aan erin drijven. Doei Tsushoa, die is net geoogst. En ik had zoiets van. Heel groot. Het zal wel. In, want ik denk dat het dus een band gaat worden. Gaan we weer. Laatste avond voor de complete ploeg. Maar het was helemaal top. Kijk. De bende van de Linde. Ja, opa vis gekocht voor jou, hè? Opa visje kopen. Met een mooie grote tuinshowplekje. Ik vind dit hartstikke mooi. Alleen oma, hebben een probleem, oma. Ja. Dat zei opa al tegen haar. Probleem, oma. Nee, oma vindt dat ook mooi. Oma niet goed vinden. Nou joh. Echt niet. Oma is ook lief. Nee. Nou heb ik een probleem met kleinkind. Wat heb je liever? Probleem kleinkind of probleem oma? Oma. Dan weet ik, is mijn keus gauw gemaakt. Wat gaan we doen? Deze kant. Naar de boven toch? Ja, dat is zeker een goede vent. Dat heb ik denk niemand in de gaten. Zou ik er niet op reageren? Of wel? Nee.
Dus... Heb je weer een dippie ofzo? Dit is een dippie. Komt op een poeping. Oh. Ik heb heimwee, ik wil naar huis. Morgen ben ik weer weg, gelukkig. Oh ja. Naar de Elsevira? Ga je eerst naar Elsevira en daarna naar Haley of hoe gaat dat? Jij wil. Neem jij straks allemaal even een koffie dan.